Ja, mevrouw de voorzitter, uiteindelijk lijkt dit debat neer te komen op, in ieder geval de helft van het debat neer te komen op één vraag. Namelijk, geloven wij deze versie van wat er gebeurd is? De versie van Rutte en Ollongren, namelijk dat een ambtenaar wat heel liberaal is geweest in het interpreteren van allerlei dingen die verder volledig kosher waren, die over Omtzigt zouden zijn gezegd. En ik moet zeggen dat ik het gewoon niet geloof. Ik denk niet dat het zo gegaan is. Wat ik denk dat er gebeurd is, is dat er wel degelijk gesproken is van ja, we moeten daar wat mee. Hoe kunnen we hem min of meer onschadelijk maken? Nou, laten we dan of een plek in het kabinet aanbieden, of kamervoorzitter of iets anders. En dat is niet zo genotuleerd in directe gespreksverslagen. Maar de ambtenaar heeft dat er wel ingehoord, heeft dat er wel op die manier van gemaakt. Dat is wat ik denk. U kunt heel vaak nu gaan zeggen dat het niet zo is. Dat is prima, hè? Dus maar uiteindelijk moet de Kamer beslissen welke van de twee versies wij geloven. En ik geloof die andere versie. Ik heb een andere vraag. We hebben net dat gaat over het andere deel van dit debat. Dat is namelijk de vraag hoe het kan dat Rutte vanochtend om 7:30 al deze informatie kreeg. En daaraan gekoppeld een, ik denk, superbelangrijke staatsrechtelijke vraag. Dus de eerste is meer een vertrouwensvraag. Maar de tweede is een staatsrechtelijke vraag hoe het mogelijk is dat in dat verkenningsproces dat van de Kamer uit zou moeten gaan, de man die toevallig ook nog demissionair premier is, maar ook nu in zijn positie als fractievoorzitter dit allemaal doet, veel eerder dan wij blijkbaar telefonisch of op een andere manier op de hoogte is gesteld van dit alles. Mevrouw, en de enige die dat volgens mij kan zijn geweest op grond van deze brief, dat bent u, mevrouw Ollongren, want u wist het al gisteravond laat. En pas vanochtend om 8:00 is mevrouw Jorritsma geïnformeerd. En de heer Rutte zou om 7:30 zijn geïnformeerd. Dus heel simpel de vraag, was u het? Mevrouw Ollongren. Voorzitter, ik heb net gezegd dat ik gisteravond laat inderdaad ben geïnformeerd door de twee verkenners. Ik heb ook gezegd dat ik daarna daar niets meer mee heb gedaan. Ik ben gaan slapen. Ik ben weer opgestaan en pas om 8:00 de volgende ochtend met mevrouw Jorritsma heb ik weer over dat onderwerp gesproken met de heer Koolmees en met mevrouw Van Ark en verder met helemaal niemand. Dan, heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dan stel ik voor het debat te schorsen en meneer Koolmees en mevrouw Van Ark hier uit te nodigen. Want er zijn dus maar 3 mensen dan kunnen er zijn geweest die om 7:30 echt op schokkende wijze het staatsrecht hebben geschonden, buiten hun boekje zijn gegaan, Rutte om 7:30 hebben opgebeld. En dat zijn dus, als het mevrouw Ollongren niet is, als u zegt, ik was het echt niet, dan kunnen het maar 2 anderen geweest zijn, de heer Koolmees of mevrouw Van Ark. En die moeten we dus daarover horen. Die moeten dat uitleggen aan ons als Kamer. Dus ik vraag een schorsing totdat zij in vakade bij kunnen, ja, mevrouw de voorzitter. Kijk, orde voorstel is een kanbepaling. Dus het is niet iets wat onmiddellijk moet. Ik laat het op dit moment af en toe, hè, een ordevoorstel, maar ik wil toch het voorstel doen om eerst mevrouw Ollongren en mevrouw Jorritsma het woord te geven en dan ga ik kijken wat uw ordevoorstel is. Een punt van orde moet onmiddellijk worden besproken. Nee, dat staat nergens, meneer. Wel degelijk, in het reglement van orde. En ik wil gewoon. Meneer Baudet, ik geef eerst mevrouw Ollongren en mevrouw Jorritsma moeten eerst alle vragen die de hele dag aan ze zijn gesteld te beantwoorden. En daarna kom ik op uw ordevoorstel. Dus als u een vraag heeft, dan kunt u het stellen. En ordevoorstel doe ik het op een ander moment. Dan heb ik hier mevrouw Simons. En dan de heer Azarkan, mevrouw Ouwehand, de heer Eertmans, de heer Klaver en mevrouw Van der Plas. Dank u, voorzitter. Ik wilde ten eerste even mijn gevoel delen, want het vervelende is, mevrouw voorzitter, dat hoe meer u mevrouw Ollongren probeert uit te leggen wat er gebeurd is, hoe onduidelijker het wordt. En ik kom uit een, velen van u zullen het zich vast herinneren, ik werkte vroeger bij de televisie. En regel 1 is, ga op de stoel van de kijker zitten als je een televisieprogramma maakt. Zorg dat wat je maakt aankomt bij degene waarvan je wil dat hij het leuk vindt. En als ik op de stoel van de kiezer ga zitten en ik begrijp het hier al niet, dan maak ik me gewoon echt ongelooflijk veel zorgen. Elk detail, elke vraag levert een nieuw detail op, wat weer een nieuwe vraag oplevert.
terwijl de vragen die gesteld worden niet worden beantwoord. Ik vroeg aan mevrouw Ollengren, mevrouw voorzitter, of er contact is geweest in de afgelopen 24 uur. Niet vandaag, niet vanmorgen, maar in de afgelopen 24 uur. En die vraag wilde ik eigenlijk zojuist herhalen, maar sindsdien zijn er weer zoveel dingen gezegd die nog meer vragen opleveren. Dus een van die vragen is, waarom is er een postbus nodig voor een brief die van de verkenners naar de Kamer moet? Waarom kan die niet rechtstreeks naar de Kamer, via de voorzitter, of via de mail naar de Kamerleden? Dat is een hele concrete vraag. Mevrouw Ollengren. Misschien even op de vraag van de afgelopen 24 uur heb ik antwoord gegeven. De vraag was, is er contact geweest met de heer Rutte? Ik heb geschetst dat ik vanochtend om 11:30 contact heb gehad met de heer Rutte. Daaruit mag u afleiden dat dat dus ook het enige contact is geweest in de afgelopen 24 uur. Waarom is er een postbus nodig? Ja, omdat er een procedure is om een brief hier bij uw kamer te krijgen die ik niet ken. En dat is fijn dat het Bureau Verkenners het op zich nam om in ieder geval die ondersteuning nog te bieden. Dat was wel de enige ondersteuning. Maar dat was, dat scheelde in ieder geval het uitzoekwerk voor ons hoe wij een brief hier naartoe krijgen op een ordentelijke manier. En dat was de postbusfunctie. Mevrouw Simons. Als kijker begrijp ik het nog steeds niet. Uw Kamer heeft gevraagd om een brief. De voorzitter heeft aan ons gevraagd om een brief hier te bezorgen waarin wij beschreven wat wij hadden gedaan in onze verkenning. Die brief hebben wij geschreven. Normaal gesproken worden brieven hier op een bepaalde wijze bezorgd, overigens een wijze die ik ook niet ken. En het Bureau Verkenners was bereid om dat voor ons te doen. En dat hebben zij zelf genoemd. Wij willen wel fungeren als postbus. Dus als u de brief naar ons mailt, dan zorgen wij dat die op de bestemde plaats komt op de wijze zoals dat hoort. Dat is de postbusfunctie, voorzitter. Mevrouw Simons. Want het is onmogelijk voor verkenners om zelf een mail naar de Kamervoorzitter te sturen of naar de Kamerleden? Nou ja, ik deed mij een gewone mail. Dat is niet waar de Kamer om gevraagd heeft. De Kamer heeft gevraagd om een brief. En dat heeft de Kamer ook gekregen. En daar zijn procedures voor. En het Bureau van de Verkenners kent die procedures goed. En het secretariaat heeft dat voor ons gedaan. Goed. Net als ik weet u ook niet precies hoe dat allemaal werkt. Fijn. Zegt u ja, ik heb antwoord gegeven op de vraag. Want ik heb gezegd, ik heb vanmorgen contact gehad met de heer Rutte. De heer Baudet kwam daar al terecht even op terug. Want we zitten met een beetje een timeline die niet helemaal lekker loopt. U heeft contact gehad met de... Nee, laat ik een andere vraag stellen. De nieuwe verkenners. Ik neem aan, u zegt, op enig moment waren wij geen verkenner meer. Het bureau Verkenning wilde wel als postbus fungeren, wel spel- en typfouten verbeteren. Maar wij konden niet bij de documentatie die in handen was van hen. Heeft u ernaar gevraagd? Is dan mijn eerste vraag. Als dat zo is en het antwoord was nee, was u tevreden met het antwoord op de vraag waarom dan niet? En op welk moment hebben dan die nieuwe verkenners, want als ik net hoorde ik even, ja, die hebben dan vanmorgen ook voor het eerst pas gezien wat er in de stukken staat die wij ook vanmorgen hebben gekregen. Terwijl die verkenners al eerder zijn aangesteld en ik me voor kan stellen dat er een overdracht heeft plaatsgevonden. Voorzitter, dat is niet het geval. Ik heb de brief van de verkenners die u vandaag heeft gekregen, heb ik even snel gelezen. Ik meen dat de nieuwe verkenners dat ook duidelijk hebben geschetst. De vorige fase is eigenlijk afgerond. Wij konden niet meer beschikken over die informatie, maar de nieuwe verkenners hebben ook niet beschikt over die informatie tot het moment waarop de Kamer daarom heeft gevraagd. Daarom heb ik gisteravond laat en van Joris en ik samen vanochtend vroeg die informatie gekregen.